Hi Schorpioen, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is voor week nummer 19. En dat is van maandag 4 mei tot en met zondag 10 mei. En staan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor de Schorpioen gaan brengen. Dan lijkt het schorpioen alsof deze week een week is waarin er wat groei mogelijk is. En die groei heeft te maken met een stukje wat je misschien al eerder hebt neergezet. Je kijkt echt een beetje naar het verleden van hoe heb ik toen de dingen aangepakt? Wat voor gevoel heeft het me gegeven en wat heb ik nu daarvan nodig? Je lijkt te onderzoeken wat je nog meer kunt gaan doen. Het is echt wel een week waarin je zult merken dat er bepaalde overwinningen zijn. Je lijkt ook echt wel een stuk neer te leggen voor de toekomst, wat nu eigenlijk al heel erg goed voelt. Maar je hebt nog wel wat extra aandacht nodig. Dus je doet het al, eigenlijk zet je dus al neer die intentie die je wil. Maar je hebt nog wel wat te onderzoeken. Misschien wel met wie je bepaalde dingen gaat doen. Maar het is eigenlijk een samenspel van gevoelens, intuïtie en kennis die je al hebt. En dat blijkt deze week voor jou heel erg belangrijk te zijn om te onderzoeken. En ik heb dan ook het idee dat het je eigenlijk helemaal niet zo heel erg moeilijk afgaat. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En wens je sowieso een super fijne week.